Ik kom even midden in je spitsuur, een van de mooiste zomerdagen van februari. het is een mooi weer. Maar het is mooi, ja. Ik vind het grappig, het is ook bij jullie in de zaak gewoon heel druk gedaan. Maar ja, die zitten hier niet voor de zon, zullen we zeggen. Ik hoor Duits, Frans, wat is het ervan? Alles, ja. Het is misschien een beetje herrie. Ja, dat is waar, dat is heel goed. Maar ik kom ook even kijken, jullie hebben ook de keuken verbouwd. De Brasserie 1600 is niet een hele grote zaak, maar er was blijkbaar toch een ruimte om uit te breiden of in ieder geval efficiënter. Vertel eens. Ja, Brasserie bestaat nu 4 jaar. 4 jaar geleden ben ik begonnen om een lunchroom uit te breiden naar Brasserie. We draaien ook avonden nu. En dat is leuk en het werkt echt goed. Dus er hoort ook gewoon een goede keuken bij. En dat hebben we nu gedaan. Jullie hadden al een goede keuken, maar die was een ruime keuken, maar hij was te klein. En we hebben nu echt een beetje opgewaardeerd tijd voor nu. En krachtstroom erin. En we kunnen nu gewoon aardig wat couverts aan. Dus, is het verantwoord om nu even te gaan kijken of is het te druk daarbinnen? We kunnen eventjes even gluren. Ja, gewoon achter je aan. Ja, loop maar mee. dit is je broer. Dit is mijn broer. Hoi. Hoi. Normaal in de keuken. Vandaag maar nu loop je mee in de bediening gewoon. Net zo makkelijk. We allemaal maar te thuis, hè? Ja, precies. Hoi. We hebben even een spot. Al filmen. Dat het met je nek is. Hoi. Gaat goed, mensen. Ik zie eieren, ik zie pannenkoeken, ik ruik friet. Alles gebeurt. En salades. Precies, ja. Maar wat is er precies gebeurd in Leven? Het waren 2 ruimtes. We hebben 1 grote ruimte ervan gemaakt. Het dak is vernieuwd. Met een lichtkoepel. Met een lichtkoepel. We kunnen net de Lange Jan zien hier. Nee? Ja, precies. Ja, jullie zitten er natuurlijk echt bijna bovenop. En hij werkt het lekker, team. Vinden jullie het werkt de verbetering? Totale verbetering. Ja? Absoluut. Nou, dat is heel goed. Ja, jullie zijn druk, dus ik zou jullie verder niet te veel last bevallen. We gaan er weer snel voor. Dat is heel goed. En Leonie, want je zegt nu wel, de zaak bestaat 4 jaar. Maar hoe lang zit jij hier nou eigenlijk? Want jij hebt hier bij allerlei opdrachtgevers en bij je familie heb je hier gewerkt. Precies, maar hoe lang zit jij eigenlijk al in het vak? Ik kwam hier al over de vloer toen Jan en Mirna hier al in zaten. Dus dat is echt lang geleden. Wat dan over? Hoe oud ben je? Dat is natuurlijk een hele onbeleefde vraag. Maar... Ik ben nu 37. Ik ben hier zelf begonnen met mijn vader in 2003. Dus dat is hoe lang geleden? Ik was 21, dus dat is wel aardig wat jaartjes geleden. En daarvoor heb ik hier ook gewerkt voor Theo en Diana. Hoe heette de zaak toen ook alweer? Lunchroom de Janstoren. De Janstoren. Dus ik zit hier al aardig wat jaartjes in. Je hart is hier wel op een pand, maar het is nu wel, het is ook jouw eigen pand, of jullie eigen pand? Het is ons eigen pand, ik doe het samen met mijn man. Mijn man die heeft een eigen klusbedrijf. Ok, inderdaad. En die onderhoudt het pand, dus we zijn echt een goed duo. Maar hij werkt verder niet mee in de lunchroom, nee, toch? Nee, dat doe je dan samen echt met je broer en de rest van het team. Ja, zeker. Ik heb een leuk team. Ook vandaag wat nieuwe mensen ook. Je doet ook regelmatig partijtjes en feestjes en zo, daar wordt het ook wel eens voor ingezet, toch? Ja. Ja, partijtjes, feestjes. We hebben bruiloften gedaan. Eigenlijk kunnen we alles omtoveren hier zo. Dus kleine gezelschappen tot 60 personen, 65 personen. Ja, dat past er gewoon toe mij. Volgens mij gaat het allemaal hartstikke goed hier. Ja, ben ik ben gewoon hartstikke blij. Ik ben heel blij. Zijn er nog andere dingen die je kwijt wil? Daar ben ik het toch? Ik denk dat we nog uren kunnen kletsen. Ja. Ik wil sowieso heel graag nog eens met jou de geschiedenis van hier duiken. We hadden het al eens over oude foto's lang geleden. Maar ooit gaan we er nog eens een keer naar doen. Zeker doen. Ik wens je veel succes hier verder en tot gauw. Thank you.